is Ingrid en we gaan in dit filmpje gaan we de squats behandelen. Alle variaties en de dingen waar je op moet letten tijdens een squat. Wat belangrijk is bij een goede squat is dat je voeten ietsje breder zet dan je heupen. Je tenen dus naar buiten. Borst is op, schouders mooi naar achter. En je buik aanspannen. En dan ga je vanuit je heupen naar achter. Alsof je gaat zitten op een stoel. Knieën zijn dus een beetje naar buiten, waardoor ze richting je tweede derde teen gaan. En dan zak je ongeveer tot kniehoogte. Als ik dit vanaf de zijkant laat zien, is je voeten iets naar buiten. Borst op. Span een beetje tussen je schouderbladen achter. Span je buik. En dan ga je met je heupen goed naar achter. Kin is altijd in. Dus je oren boven je schouders en omhoog. En dit is natuurlijk makkelijker. En als je wat dieper gaat, wordt die zwaarder. Pak je meer die hele beenspier. Dus kleine stukjes, doet niet zoveel. Zorg dat je echt goed laag gaat en dan omhoog. Dus begin licht. Ga steeds dieper, tot je in ieder geval met je heupen boven je knielijn bent. En van hieruit ga je wat gewicht toevoegen om het weer zwaarder te maken. Zo kun je bijvoorbeeld met de bar. Mooi je rechterrug teen op. En dan leg je hem op je bovenrug. Dus op het vleesgedeelte van je rug. Dan zeg je spieren. Voeten dus weer iets breder dan je heupen. Borst op, ellebogen eronder. En dan maak je de squat zo laag als je kan. En het diepste range voor veilig trainen is ongeveer kniehoogte. Ja? Adem in als je naar beneden gaat. En adem uit als je naar boven gaat. Dat is met de bar. En we hebben nog meer variaties. Je kan ook met een schijf. Kunnen front squat doen. Dan belangrijk weer schouders naar achter, borst op. Ellebogen onder je schijf. Heupen naar achter en omlaag. En op. En dan kan je ook nog uitstoten. En belangrijk is dat je bij een uitstoot, dus een overhead press, weer je armen in je ooghoek ziet, zodat je geen holle rug maakt. Haal het een beetje schuin voor je. Laag. En zo wordt hij wat conditioneren. Dat hoor je aan mijn stem. Dus al doe je een paar keer, gaat de ademhaling omhoog. Ja? En dan hebben we naast de midstand squat, zoals we het noemen, kan je hem ook je voet wat breder zetten. En dan je squat doen. Bijvoorbeeld met je armen naar voren. Ja? Als je hem breder doet, pak je iets meer de zijkant van je bovenbenen. Dus bij het squat train je sowieso je hele benen. Bovenbenen, onderbenen, je core. Moet je daarbij gebruiken, dus die train je ook. En als je voeten dus wat breder zet, dan pak je steeds meer de zijkant. Dus ga je nog breder. Wider squat. Oftewel, sommige mensen doen het ook sumo squat. Dan voel je echt nog meer de zijkant. Ja? Dus je kan heleboel variaties op de squat verzinnen om die benen te trainen. En als je zeg maar, dan hebben we dus ook nog een balansoefening, een single leg squat. Naam zegt het al, op één been. Maak je goed lang, borst weer optillen, buikspieren goed aanspannen. En dan ga je met je heupen weer naar achter. Je doet eigenlijk hetzelfde als wat je met twee benen doet. Dus belangrijk vanaf de zijkant is dat je met je knie een beetje achter je tenen blijft. Dus als ik op één been ga staan, goed je buik aanspannen, kin in. En dan ga je naar beneden, hou je hem en omhoog. Dus zorg dat die knie een beetje achter je tenen blijft. Ja? Dus dat is een single leg squat. Balans. En dan hebben we ook nog een explosieve squat. En dat is een jump squat. Dus ik doe hem even vanaf de zijkant voor. Ga je laag. Zwaai je armen naar achter, omhoog en weer landen met gebogen knieën. Altijd met gebogen knieën landen. Dat zijn je schokprikkers. Dus doe je er een paar achter elkaar, laag en omhoog. Dus land van je tenen naar je hakken en goed gebogen knieën en je heupen dus laag. Nou, dat is een jumping squat. Nou, bedankt voor jullie aandacht. Ga ermee aan de slag thuis en dan zie ik straks in de fitness wat jullie allemaal geleerd hebben. Tot ziens!